This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 7 december 2022. Dit is het bulletin van woensdag. Deze korte Daily Minutes is opgenomen op 5 december en dus op 7 december gepubliceerd. Ja, het pakjesavond, maar ik doe er niet aan. Daily Minutes, 5 december 2022 in het Nederlands. Het is weer een hele tijd geleden dat ik wat gedaan heb. Ik heb er wel aan gedacht. Het lijkt steeds meer op dat ik inderdaad een writer's block heb. Ik moet me daar toch overheen kunnen zetten, want het lukt niet helemaal. Ik heb die testuitzending ingesproken, vond het weinig inspirerend, moet ik zeggen. Het was tamelijk perfect gedaan en dat is niet de manier, denk ik. welke kant het dan wel uit moet, ik overweeg om, dat zou best eens kunnen om bijvoorbeeld om de dag, ik denk niet dat het elke dag lukt, maar zo rond de feestdagen tijdelijk een aantal oude Daily Minutes te maken, zoals ik ze gemaakt heb. Ik heb namelijk nogal wat mail gehad dat mensen dat erg misten. En ik krijg ook steeds meer mailtjes inderdaad daarover. Afgelopen jaar is dat enorm toegenomen. Mensen die zeggen van ja, we missen die oude Daily Minutes van jou. Ik wil niet opnieuw over zendamateurisme vooral gaan publiceren. Ik blijf dat wel gewoon doen, maar het is niet meer het enige onderwerp. Ja, ik... kijk aan. Repeater die van de squels gaat, de call even meedeelt. Ik wil echt iets naast de zendhobby andere dingen doen. In de podcast en in de uitzendingen. Maar ik ga het onderwerp niet mijden of zo. Dus ik overweeg ik heel kort. Maar hoe en wat en waarom. En nou ja, misschien doe ik het wel in het Engels. Dat kan ook. Dat is een goede oefening weer voor mij. Want ik doe niet genoeg in het Engels momenteel. Ja, ik ben te druk met mijn werk. Dat is hopelijk, ik denk steeds het is over een week rustiger, maar hopelijk is dat nu echt zo. Het lijkt erop dat een bepaalde hoeveelheid werk in ieder geval rond de feestdagen wat minder wordt. Maar er zijn ook veel collega's die weg zijn en ik ben dan wel voor een deel wel inzetbaar. Dus het kan ook zijn dat er dan juist veel komt, maar meestal is dat niet zo. Ik zit even te kijken naar mijn cd, daar is de zijkant mijn cd-rewriter de zijkant van losgelaten. Maar hij doet het wel gewoon nog. Die is ook al oud. Heb ik al jaren. Ja, nou lekker mijmeren. Het is vandaag ook hartstikke druk. Morgen is de D-Star-ronde. Het is vandaag hartstikke druk. Dus ik kan het ook niet lang maken. Ik weet ook niet of ik tijd heb om deze dan online te zetten. Maar daar ga ik wel mijn best voor doen. Ik zal zien wat ik doe. Ik moet in ieder geval iets hebben om deze impasse een beetje te doorbreken. Want dit gaat niet zoals ik dat wil. Er zijn een hoop andere dingen die wel lukken. Het opruimen van mijn huis waar ik niet zo goed in ben, dat is wel heel erg opgeschoten. Ook andere zaken. Ik heb ook een leuk display gekocht voor de kerst die ik ook echt per se... Want dat soort dingen schuif ik vaak op de lange baan. Die ik ook echt werkend wil hebben dan. Er zijn een aantal dingen op mijn verlanglijstje. Maar het moet, ik snap niet, hoe heet het, nou ja, heel domweg. Ik bedoel, een aantal jaren lukte dat prima. Maar ja, dan zit je in een flow, in een soort routine. Maar dan kostte het helemaal geen moeite om even in een half uur zo'n Daily Minutes uitzending in elkaar te flansen. En het was dan nog best goed ook. Niet altijd, maar meestal was het heel behoorlijk. Dus ja, nou ja, ik ga er even over nadenken. Tot zover dit korte gemijmer. Ja, dit is weer 7 december. Ik kan er nog iets aan toevoegen. Ik heb inmiddels één aflevering ingesproken van een amateur item. Dus ik ga eens proberen of ik dat vol ga houden. Het zal wel om de dag worden. Misschien toch elke dag, maar waarschijnlijk om de dag. En ik heb ineens wat onderwerpen. Zonder al te veel in herhaling te vervallen met de eerdere uitzendingen. De komende dagen dus, als het goed is,
Ja, alleen als het goed is. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, voor altijd de joker van België.